Hoi, ik ben Sanne van Doornmaal en welkom bij School of Spirituality. We gaan het vandaag hebben over liefde. Liefde lost alles op. Het verbetert iedere situatie. Sta even stil bij wat ik zojuist heb gezegd. Ik zeg het nog een keer. Liefde lost alles op en het verbetert iedere situatie. Dus alle reden om zoveel mogelijk liefde te voelen voor zoveel mogelijk verschillende dingen. Maar hoe doe je dit? Denk aan de hoofdthema's in je leven. Denk aan je gezin, je familie, je gezondheid, je werk, je hobby's, je woonsituatie, je financiën. Het is belangrijk dat je voor al deze thema's zoveel mogelijk liefde gaat voelen. Als je dat niet doet, dan krijg je niet alles eruit wat je wilt. Hoe krijg je jezelf nou in de staat dat je liefde gaat voelen voor al deze dingen? Dat kan heel makkelijk zijn, maar ook heel moeilijk. Veel mensen weten wel hoe het aanvoelt om liefde te voelen, maar voelen het gewoon niet voor al deze dingen. Het kan heel makkelijk zijn om te weten hoe liefde aanvoelt in je lichaam, wat de sensaties zijn, maar dat kan dus ook echt heel moeilijk zijn. De beste manier om hierachter te komen is om te denken aan mensen of dingen waar je van nature liefde voor voelt. Bijvoorbeeld je kinderen, of je broers of je zussen, of andere familieleden. Maar het mogen ook hobby's zijn of interesses. Denk hier eens naar. Hoe voel jij dat je liefde voelt? Waar voel je dat? Herken jij deze gevoelens? Als je het herkent, is dat heel fijn. Je kunt ze dan gaan gebruiken op andere thema's in je leven, waar je tot nu toe geen liefde voor voelde. Zo niet, blijf dan even bij deze gevoelens en leer ze herkennen, zodat je ze kunt gaan gebruiken in andere situaties. Je zult merken dat als je ze gaat gebruiken in andere situaties, dat het niet zo makkelijk was als toen je liefde voelde voor dingen waar je al liefde voor voelt. Soms kan het zijn dat er nog oude pijn in je lichaam zit rondom deze thema's. Dat is oké. Probeer zoveel mogelijk bij die pijn te blijven. Doorleef die pijn. Wees bij die gevoelens. Je zult merken dat als je deze gevoelens hebt doorleefd, dat je dan veel makkelijker bij het gevoel van liefde kunt gaan komen. Ik heb nog een paar extra tips en trucs voor jullie. Zo kun je gebruik maken van binaural beats. Ik heb het hier wel eens vaker over gehad. Je kunt gebruik maken van binaural beats die over liefde gaan of over het openen van je hartchakra. En wat je ook kunt doen is singing bowls uitproberen. Dit kun je in het echt doen door naar een klankschaalsessie te gaan. Ik hoor hier echt superveel positieve reacties over. Of je kunt het doen door online te luisteren naar geluidsfragmenten. En deze kun je ook gewoon vinden op YouTube. Ik doe dit best vaak en het werkt echt enorm helend. Het belangrijkste is dat je ermee aan de slag gaat. Probeer het zoveel mogelijk te doen. Als je moeite hebt om je te herinneren dat je ermee bezig moet zijn, is dat oké. Probeer dan bijvoorbeeld iedere dag een half uurtje of kwartier in te plannen waarbij je het wel doet. Probeer zoveel mogelijk liefde te voelen voor zoveel mogelijk dingen. En dan zul je zien dat je leven er echt op verbetert. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.